Als ouderen moet je wat, hè? En dan pak je alles aan wat je krijgen kan natuurlijk. Qua gezelligheid. Deze vragen zijn gesteld, dames en heren, die liggen nog voor ons en die gaan wij realiseren. Wij zijn de lokale partij en wij gaan gewoon 10 plus zetels halen. Wij worden de grootste partij vandaag. Onthaald als een superster. Het is heel fijn dat mensen vertrouwen in me hebben, maar het is natuurlijk aan ons om het ook te bewijzen. Het is natuurlijk lekker als je opkomt, net als alsof je een ring ingaat. In de aanloop dat de mensen hiermee toe kunnen juichen. Het is misschien een beetje Amerikaans. Als we nou ook nog straks met Amerikaanse toestanden hoge cijfers naar de stembus kunnen krijgen, met een groot aantal Groep de Mos kiezers, dan kunnen we voor Den Haag en Scheveningen mooie dingen doen. Zijn jullie redder? De redder van Den Haag? Weet ik niet. Hij moet hij vaker terugbellen. Dat doet hij niet altijd. Als je hem e-mailt of je krijgt hem niet te pakken, of geef geen reply, niks. Wat veel politici nalaten doen wat ze zeggen, veel beloften en weinig wol. Ja, en dat moet bij ons echt anders zijn. Kwam u nou voor Richard de Mos? Helemaal niet. Kom voor de mooie dames. Want die lopen hier genoeg rond. U kwam toch hier? Ik dacht dat u zei dat u voor Groep de Mos kwam vanavond. Ja, natuurlijk. Daar ben ik ook lid van. Maar dat is niet deze ondergeschikt. Als ouderen moet je wat, hè? En dan pak je alles aan wat je krijgen kan natuurlijk, qua gezelligheid. Hoeveel zetels willen jullie halen 21 maart? Nou, we hebben de ambitie om de grootste te worden. De grootste partij heeft nu 7 zetels. Ja, dat moeten wij kunnen verpulveren. Als je kijkt naar Rotterdam, waar een lokale partij het al jaren doet, moet het in Den Haag ook kunnen. Ik wil aantallen horen, Richard. Nou ja, 10 plus. Ik bedoel, dat kan gewoon. De vibe is in de stad. Denkt u dat dat een optimistisch getal is of gaat dat lukken? Veel te optimistisch gaat absoluut niet lukken. Nee hoor, helemaal niet. Nee.